Dinsdag brak er brand uit in de Papaverstraat in Groesbeek. De oorzaak van de brand blijkt een flinke hennepkwekerij te zijn, die zich bevindt in een niet bewoonde woning die volledig was ingericht voor hennepteelt. In de woonkamer hingen 180 hennepplanten te drogen en in de slaapkamer stond een kweektent die was gebruikt om hennepplantjes te kweken. Burgemeester Mark Slinkman maakt zich zorgen om de veiligheid van omwonenden. De woning was onbewoond, dus als deze brand 's nachts was uitgebroken, was er niemand geweest om de buren te waarschuwen. En dat had in dit gebouw zomaar dodelijk kunnen aflopen. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan in het zuiden van Beuningen. Aanleiding is de explosie die 28 mei plaatsvond bij een woning aan de Palinggracht. Hierbij werd gezocht naar getuigen en camerabeelden. Bij de ontploffing, die tot in de verre omgeving hoorbaar was, raakte niemand gewond. Wel ontstond grote schade aan de woning. De explosie heeft in de buurt gezorgd voor veel onrust. Omwonenden zijn ervan overtuigd dat het ging om een gerichte aanslag. De tunnelweg in Nijmegen, die onder het station doorloopt, zal deze zomer 4 weken dichtgaan. Van 21 juli tot en met 18 augustus is de verkeersradar afgesloten in verband met werkzaamheden. Aan de westzijde wordt momenteel gewerkt aan zowel een nieuwe entree naar het treinstation als een nieuwe indeling van de vijfsprong aan het einde van de tunnelweg. Voor buurtbewoners wordt donderdag 13 juni een open inloopavond georganiseerd, waar informatie wordt gegeven over de afsluiting en mensen terecht kunnen met hun vragen. Gemeente Overbetuwe heeft de Sint-Leonarduskerk een oosterhout aangekocht. Het markante gebouw wordt het nieuwe onderkomen van dorpshuis De Schakel. Ook de omliggende grond is door de gemeente overgenomen van de parochie. Naast de kerk komt een nieuwe sportzaal. De gemeente besloot vorige week de kerk te kopen voor het nieuwe hart van Oosterhout. Als de gemeenteraad op 3 september instaat, koopt de gemeente ook het huis naast de kerk. Dit huis wordt in de toekomst onderdeel van het dorpshuis. Het kantoorpand van Emilia Capital in Wijchen krijgt een nieuw uiterlijk. En niet zomaar één. De muren met een oppervlakte van 180 vierkante meter worden compleet roze geschilderd. Ook zijn er graffiti-artiesten aan het werk om een enorm kunstwerk op de muren aan te brengen. Het werk vordert al gestaag en het eindresultaat begint al zichtbaar te worden. Op het werk is Emilia van Nassau afgebeeld, de derde en jongste dochter van Willem van Oranje, die ooit het kasteel in Wijchen aankocht en erin woonde.